beste blokkijkers in Boekel, Venhorst en Huizen Padua. Ik kreeg een uitnodiging voor op de koffie te komen bij toneelvereniging Open Doek uit Venhorst. We gaan er een kijkje nemen. Wat ze niet weten is dat ik ook wel eens meer wil spelen. Ga je meekijken? Dus het moet een sjaal, een colbert en een pijp. Precies, Joti. En die honing natuurlijk. Hoofd omhoog en houten. Houten? Houten, uit de hoogte. Alsof jij dingen weet en begrijpt die anderen nog niet eens vermoeden. Nou, maar dat is wel moeilijk natuurlijk, hè? In jouw geval bijna onmogelijk. Ben hier in Riegel, dak- en thuisloodse appartement? Ja, Tontje, daar ben ik, hè. Dat ben ik toch goed. Ja, jij kwam hier slapen? Ik? Nee, maar ik dacht, die uitnodiging van jullie om de koffie bij. Ik heb een lekker bekje koffie gehad. En ik was natuurlijk ontzettend benieuwd. Ik vond het trouwens ook leuk dat ik even meer mocht spelen. Gaan we horen. Ja, precies. Hey, en valt het mee? Is het moeilijk? Grote teksten? De regisseur is niet goed tevreden. Hè? Dat moet natuurlijk wel. Ja, dat is alleen maar een compliment voor de regisseur. Hè? Moet niet voor tevreden zijn. Dat moet natuurlijk wel goed zijn. Nou, het is, we proberen het toch zo echt mogelijk neer te zetten. Ja, ja. Dat is toch eigenlijk wel de bedoeling. En Peter, het is ook leuk met het clubje, zo, met ook de stukken die er komen. Dat je zegt van, goh, hey, dat is leuk om te doen. Ja, ja, ja. Het is, iedereen is best wel spontaan. Ja, nou, je zet iedereen te wijzen natuurlijk van. Ja, ja, het zijn slechterikken. Ze lachen allemaal, dus dat valt best mee, denk ik zo. Ja, nee, maar het gaat best goed. Onderling gaat het heel goed. Dus, en dat is toch eigenlijk de houten knip wel levendig. Hebben jullie ook voorkeur bijvoorbeeld voor een stuk dat jullie willen spelen? Zeg van, ik vind leuk een blij spel, ik vind leuk een drama of een klucht. Nou ja, wij mogen wel onze voorkeur uitspreken. Oh. Mm-hmm. Maar de leesclub die zegt van, dit vinden we eigenlijk het leukste. En dat gaan we dan doen. Dat gaan we dan proberen op de plank te zetten. Toos! Ja, waar nou? Waar zorg je nou? Je fiets, Toos. Fiets daar buiten? Niet meer, Toos. Dit is alles wat er nog van over is. Maar? Ik bedoel, wie? In dit geval, wat, Toos? Dus? Dit is alles wat er van je fiets over is, Toos. En dan praat ik nog niet eens over die hengel van dat mannetje. Wat is er nu mis met die hengel van hem? Veel te groot voor zo'n klein mannetje. Ingrid, als voorzitter van de toneelclub Open Doek uit Venhorst, de volgende vraag van wanneer en hoe lang bestaat de toneelvereniging Venhorst? Dit is het derde jaar dat we nou gaan spelen, ongeveer 3,5 jaar dus. En wat bestaat de groep uit? Wat voor mensen? We hebben uiteraard spelers, die hebben jullie al bezig gezien. Dan hebben we mensen van decor, die zich helemaal bezighouden met decor maken, opbouwen. We hebben mensen voor de kleding, voor de grim, de smink, souffleurs, regisseur. Ja. Natuurlijk. Een hele club, een hele club mensen. Hoe ziet er een seizoen van jullie uit? We hebben één uitvoering, twee uitvoeringen, maar in ieder geval we spelen één stuk. Per seizoen. Het begint meestal in september beginnen we na de grote vakanties beginnen we met de repetities. Dan vooraf, in mei, juni, is de leescommissie al bezig om een nieuw stuk te lezen. En samen met de regisseur tot een stuk te komen. Ja, dan beginnen we in september tot de uitvoering in maart. Dus waarom is het thuis? Waarom? Ik steek hem helpen. De gemene mensen geven het op. Nee, maar zoekt u iets of iemand? Ik had graag met een vrouw thuis gesproken. En hij kan niet eens zwemmen. Als ze daar van de arbowet achter komen. Toneelvereniging Open Doek
heeft natuurlijk ook een regisseur. Louis Volleberg is hun regisseur. En Louis, wat is jouw achtergrond? Toneel maken als een van mijn grootste hobby's. Mm-hmm. Dat doe ik bijna 40 jaar nu. Ik moet nog 1-2 jaartjes, ik zeg het niet precies. Want... Nee, we gaan maar eens misbruik van maken. Maar soms wel, hè. De inspiratie. Zit er bijvoorbeeld in zo'n verhaal, dat we vandaag zien in het stuk wat Venos hier opvoert, mm-hmm. van een... Zit er ook een spiegel in, een moraal? Ja, er zit een moraal in. Het is vaak, dat heb je bijna in alle stukken, het verhaaltje van kijk naar jezelf, toeschouwer. Mm-hmm. Dit kan u gebeuren. En dan zal het natuurlijk niet voor die volle zaal iedereen zijn. Maar dan zitten er altijd die dat overkomt, die dingen gebeuren. Even helemaal in een dip zitten. Mm-hmm. Wat een zwerver, als je de pest heeft... zijn hele leven doet. Goh, Louis, we kunnen zo natuurlijk een hele avond vol praten. Ja, kunnen maar, we wel. Maar de spelers zitten op uw regie te wachten. En wij vonden het leuk dat u even die tijd hebt willen vrijmaken. Dat we in hebben mogen breken in jullie stuk. En voor ons was dat ook weer een beleving. Dus, dit is uw personeel. Dan mag er wel een beetje beter op passen. Ik heb zijn leven gered. Zoiets. Ik vind het leuk, hè? En ik mag geen zeggen. Wie? Poorten? Waar had u vandaan? U vijver, mevrouw. En Theo, wat is nou het leuk aan toneelspelen? Ja, dat is een mooie vraag, Toon. Met de repetities hebben wij altijd zoveel lol samen met elkaar. Mm-hmm. Het moet allemaal niet perfect worden met de repetitie. Gewoon natuurlijk nog alles een keer wat verkeerd. En dan, ja, dan liggen we af en toe gewoon helemaal plat van lachen. Zo mooi is dat. En dan, ja, als het dan zoveel is dat we de uitvoering moeten gaan doen, dan moet het natuurlijk wel allemaal goed gaan. En dan vinden we het natuurlijk heel leuk als de mensen een fijne avond hebben gehad en hebben kunnen genieten van ons. Ja. En daar genieten wij natuurlijk ook van. Ja. Daar doen we het tenminste veel voor de mensen om een avond plezier te maken. En voor ons eigen ook. Ja, ook voor de lol. Nou, ja. Theo, bedankt dat jullie een uitnodiging hebben gestuurd. En dat we op de koffie mogen komen, jullie. Ja. Nou hebben we nog een paar seconden om tegen onze kijkers te vertellen wanneer dat stuk gespeeld wordt. En nodig ze uit bij mij te spreken. Oké. Ga je gang. Daar is de camera. Nou, jullie zijn natuurlijk wel benieuwd... hoe het er allemaal aan toe gaat in de Richel en hoe het afloopt, dat kan. Wij spelen een stuk op vrijdag 25 maart en zondag 27 maart in onze fantastische theaterzaal De Horst in Venhorst. Beide avonden beginnen om 8 uur. Als je nou wilt weten hoeveel kaartjes je moet bestellen of waar en bij wie, dat kan. Hou dan het Boekelsweekblad in de gaten en de Blokrand natuurlijk. En de diverse flyers die wij in de wijde omgeving gaan verspreiden in Venhorst, Boekel en dan weet ik overal waar. Dus mensen, bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. Kom, bestel kaarten en denk eraan. Bestel ze op tijd, want vol is vol. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Ja.